vluchten een eerste keer tot twee dorpen verder, samen met onze drie koeien. En we verblijven bij de familie van der Malen. Onze koeien zitten op het stal, vlakbij. Onze vader is niet mee, die is thuis gebleven om het koebed te maken. Na een paar dagen keren we naar huis terug, samen met de andere vluchtelingen. Alles is nog zoals we achtergelaten hadden. De mensen zijn bang. Ze wachten af. Over de drie weken wordt er niet echt gewerkt. Thank you.
Thank you.